developments are moving very fast in the world of visual media. Not so long ago, VHS tapes offered the best quality, while at the moment, HD quality is the standard. In the future, we will probably see 4K and maybe even 8K film quality. In other words, the resolution of cinema achieved digitally. Ik ben Tom de Meijer. Ik ben bij de Waag Society betrokken bij het project Cinegrid al jarenlang. Cinegrid is een initiatief genomen door mensen in Amerika. In Nederland trekt Frank Ressin dit project. Het hele project gaat over de productie, de transmissie en de vertoning van 4K of hoger. En dat betekent dat je dat alleen maar samen kan doen. Dus je hebt partijen die content leveren, je hebt partijen die kunnen het afspelen, je hebt partijen die kunnen het opslaan, zoals de Universiteit van Amsterdam. If Cinegrid is to achieve its aims, it will rely on a rapid exchange of large visual data files between all participants. Because of the SurfNet high performance network, innovation is within hands reach, not only in science, but also in the social and cultural fields. SurfNet houdt zich bezig met innovatie. Mensen die 4K vertoningen zien, zijn over het algemeen heel erg enthousiast. Maar om dan de brug te slaan naar de eigen praktijk, dat vraagt mensen die echt durven verder te denken dan waar ze eigenlijk mee bezig zijn. De Filmacademie, daar zitten makers die materiaal kunnen bedenken en dan vervolgens schieten, maken en bewerken. Bij de Waag hebben we beschikking over een 4K-scherm en 4K-afspeelapparatuur. En Sarah heeft heel veel expertise op visualisatiegebied. De Universiteit van Amsterdam heeft experimentele opslag en dat gaat over vele terabytes aan data. Cooperation and exchange between these participants via the SurfNet network has already led to exceptional film performances, as seen in the Animation Film Festival in Utrecht. Dit is het Holland Animation Festival van 2009. En dit is de grote dag voor ons, want dit is de 4K-dag waarin onze film Red Ant en de Seemingly Symbiotic Society in 4K in première gaat. Ik heb een van de spelers bij me, een zelfontwikkeld insect. En dat heb je dus wel met die 4K, hè? Dan krijg je van die details, zoals zo'n ijzerdraadje wat uitsteekt. Dat zie je dan heel goed. We zijn 14 maanden aan het filmen geweest, bouwen, filmen. En dat heeft geresulteerd in zo'n 21.600 foto's. En dat is een kwartiertje film, 24 frames per seconde. En Harry Schreurs van de Filmacademie, die zei, ja, dan moet je een 4K doen. Als je een 4K-netwerk hebt en je wil een hele visuele hoge kwaliteit hebben, dan kan dat nog steeds real-time. Via zo'n netwerk. Dat is het belangrijkste voor ons. Dus dat netwerk maakt dat mogelijk, die manier van samenwerken. Alleen, een groot nadeel is nog steeds bij 4K. En dat heeft onder andere Robin Noorda met zijn productie gemerkt. Dat de afwerking nog absoluut niet standaard is. Dat zijn enorme data die je moet verwerken. En daar moet je dus echt de rekenkracht voor hebben. De computers waar bestaan, de software, de hardware. 4K offers opportunities to more than just animation films. Scientists can also take advantage of the dynamic light paths of SurfNet. Wat we binnen Cinegrid Nederland doen bij Sarah is het onderzoeken van de end-to-end koppelingen, dus echt van de buitenkant van de apparatuur, van de hoge resolutie displays en de streaming servers waar de data is opgeslagen. Een voorbeeld is dat we op dit moment het panel hebben staan op supercomputing in Amerika en wij displayen daar wetenschappelijke visualisaties waarvan de data hier in Amsterdam staat. En we maken gebruik van de lichtpaden tussen Amsterdam en in dit geval Oregon in de Verenigde Staten, de Westkust, om daar de data in hele hoge resolutie te displayen. Sarah has much more technical expertise here in-house. Many expert technical network engineers that work with SurfNet also closely. And we have more of an academic and scientific perspective to the whole research fields. I work in the S&E group at the University of Amsterdam. For Cinegrid, essentially, we build a portal, a web interface that is available to all Cinegrid users. The dynamic light paths of SurfNet enable researchers to easily set up direct connections over the SurfNet network. While using these connections, you do not encounter other traffic. It's as if you have a whole motorway just to yourself. Therefore, the quality is very high while remaining constant. In this way, it is possible to quickly set up a flexible, distributed instrumentarium with reliable capabilities. The dynamic light paths offer unimagined new possibilities for remote cooperation and for the efficient use of otherwise costly resources.